Ik kom er eigenlijk dagelijks door, omdat een deel van mijn familie aan de andere kant van de Noord-Zuid woont. Dus als ik op bezoek ga of, ja, of ik naar de winkel moet zelfs, dan moet ik altijd kruisen. Hier op de ringlaan eigenlijk, waar we nu zitten. Dus ik moet er elke dag wel over. Ja. Ik kan proberen soms mijn dagen een beetje te plannen, dat ik hem wat minder gebruik. En dat probeer ik ook wel te doen, dat ik niet elke dag veel verplaatsingen moet doen. Maar doorgaans kan ik eigenlijk niet echt zonder. En dat is met openbaar vervoer ook niet echt te doen. Op zich ben ik wel blij dat hier zo'n weg is in de buurt, omdat dat ook wel een verbinding is naar de rest van Limburg. Dus qua mobiliteit, qua bereik zitten we wel goed, maar de drukte er rond is wel wat te veel voor mij. Dat de gemeente gewoon verbonden is met elkaar en dat die lijn daar niet hier in het centrum doorloopt. De rest van de lijn, dat is normaal, maar hier zouden ze toch moeten zorgen dat er eigenlijk een gemakkelijke verbinding is met het centrum, waar dat je zij te voet of hier een parking ligt dat je over kunt, dat ze daar iets op verzinnen. Niet gezellig, zullen we zeggen. Het is geen centrum waar het heel fijn op je gemak op het terrasje gaat zitten. Er zijn een paar leuke plaatsjes, maar eigenlijk komt er vrij veel verkeer door. En dus je kunt daar helemaal niet goed zitten. Ik denk dat het voor de horeca wel fijner zou zijn als er wat minder verkeer zou doorkomen alleszins. En ook voor de winkelen is het, je hebt er wel alles, maar ja, het is niet echt zo'n, je krijgt niet een Hasselt door de straatwallen, dat wordt hier minder gedaan. Ik gebruik de fiets ook wel regelmatig, maar niet zozeer om naar de winkel te gaan, dat is eigenlijk niet praktisch. Maar ik kom wel op bezoek bij familie en zo, wordt regelmatig wel eens de fiets genomen, dat wel. Er is vrij veel reclame rondgemaakt in de gemeente, dus ik weet niet meer juist hoe dat ik het gezien heb. Maar we dachten, komen eens kijken. Niet ervan uitgaan dat we hier het antwoord gaan krijgen op wat er gaat komen, maar ja, om toch eens gezien te hebben, de straat wordt helemaal afgesloten, het is wel een gezellige dag denk ik en hopelijk komen er wel een paar nieuwe ideeën naar boven.